Partijvoorzitter Paul Somahaju heeft aangegeven dat er kapitaalkrachtige Surinamers in Nederland zijn die in ons land willen investeren. Dat zei hij gisteren op een persconferentie in het PL-partijcentrum. Somahaju heeft onlangs in Nederland gesprekken gevoerd met de Surinaamse diaspora. Het kapitaal van de Surinamers in Nederland wordt geschat op ongeveer 4 miljard euro. Somahaju zei dat de diaspora bereid is voor 1 miljard te investeren in Suriname. Een voorwaarde is wel dat er een ander beleid moet zijn. De PL-voorzitter benadrukte dat het in deze gaat om legaal geld en geen drugsgeld. Met de investering van dit kapitaal zal de koers zeker zakken naar onder 5 SAD, zei Somahaju. En met die 1 miljard na de verkiezing zal de koers zodoende gedropt moeten zijn, tenminste naar beneden de 5. Nu is de koers boven de 8. Met die 1 miljard geen lening, maar investering van het diaspora-kapitaal. Dan geloven zij, ik geloof het ook, dat de koers naar beneden zullen gaan. Dit geld is geen lening, maar een investering, zegt Somahaju. De PL-voorzitter gaf verder aan dat zijn partij ook voor de tweede zetel in het district Nikeri gaat. Volgens hem is de weg nu vrij om deze zetel binnen te halen, aangezien Rashid Doekki, die een obstakel was, niet meer op de NDP-lijst wordt geplaatst in 2020. Ik wil wel die opmerking maken. Toen de heer Doekki daar was, was hij een kleine obstakel, we hadden er rekening mee moeten houden. Maar nu, zoals de situatie nu ligt, denk ik niet dat hij geplaatst wordt. Dus eigenlijk is voor ons een open goal. Dus ik begrijp niet wanneer mensen zeggen van meneer, is het een NDP en VAP? En wat blijft dan Partij Luhoor? Dus Partij Luhoor zal altijd tenminste inhalen. De PL vindt het ook zorgelijk dat partijen die willen deelnemen aan de komende verkiezingen een borgsom moeten betalen. Somahaju geeft aan dat jonge partijen dit bedrag moeilijk kunnen opbrengen. Hij zegt dat de PL bereid is deze partijen te helpen. Hij benadrukt echter dat die partijen zich niet verplicht hoeven te voelen om daarna met de PL samen te werken. Ten slotte zei Somahaju, stem niet op deze regering, want deze regering heeft de armoede veroorzaakt.